Een jaar geleden zijn we met het team van conservatoren voor moderne en hedendaagse kunst. Hebben we een plan gemaakt eigenlijk voor het maken van 12 solo tentoonstellingen onder de noemer Century Spaces. En het idee is dat we 12 kunstenaars of duo's uitnodigen om een presentatie te maken in de Willem van de Vorm Galerij. De Willem van de Vorm Galerij is een vrij grote ruimte. Het is 190 vierkante meter ongeveer. In het entreegebied van het museum, het is een gratis ruimte zeg maar, waar altijd tentoonstellingen gemaakt kunnen worden. En het idee is dat we de kunstenaars uitnodigen om te reageren op die specifieke locatie. De kunstenaars die we uitnodigen, die staan bekend omdat ze allerlei werken maken die gaan over architectuur of over het verkennen van ruimte. En dat willen we eigenlijk hun vragen ook binnen de reeks Century Spaces te doen. De tweede editie van Century Spaces is gemaakt met de Duitse kunstenaar Sabine Hornig. Ik zag haar werk afgelopen januari in New York, toen ik daar op reis was, bij Tanya Bonnet Dark Gallery. En ze had een hele mooie presentatie gemaakt onder de noemer Transparent Things. En de presentatie bestond eigenlijk uit allerlei tweedimensionale werken en ruimtelijke objecten, heel groot van formaat. En het was een soort combinatie van foto's met een soort architecturale elementen. Dus die sculpturen deden bijvoorbeeld denken aan een bushokje, waarvan ze dan een deel had vervangen door een eigen foto. En toen had ik zoiets van, nou, ik vind het echt zo mooi uitgevoerd, zo technisch heel goed, heel erg gedetailleerd, dat ik haar heb aangesproken. En zo zijn we eigenlijk steeds verder gegaan in het proces van met elkaar praten en nieuwe voorstellen die Sabine dan indiende. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het steeds experimenteler is geworden wat ze heeft gedaan. Wat ze namelijk heeft gedaan is dat ze hier een installatie heeft gemaakt, echt zaalvullend zou je kunnen zeggen, gigantisch groot, van houten sticks. Dat is een soort van constructie geworden en daar heeft ze dan met een speciale, hele technische stof heeft er tussen gehangen en daarop zijn foto's gedrukt. En die stof, dat bijzondere daaraan is dat die super transparant is. Dus uit bepaalde hoeken kijk je eigenlijk dwars door die stof heen. Dus wat ze eerst deed met die transparante fotosheets is nu dus gedaan in stof. En dat had ze nog nooit eerder gedaan. Ze had wel in die tentoonstelling waar ik net over vertelde hele kleine sculpturen gemaakt. Maar ze had dus nog nooit zo'n grote installatie gemaakt met dit materiaal. Dus het was voor ons ook super spannend, omdat we totaal niet wisten of het wel in de praktijk zou gaan werken. The textile imitates the glass because it's very transparent. This is a special textile, you cannot do that with everything. And how I'm using it, it becomes like glass. And what is very nice about it is that you don't have your own reflection in it, like in glass. So it comes more to a material that I would prefer to use sometimes. And it has this very light possibility to work with it, that you can just tucker it on wood. It is fragile, but it also has this physical appearance. So it's easier to work with also. I wanted to have these both entrances in it and that people come from the outside, which is quite distracting, through the wardrobe and the nice bookshop. They come into a space that is closed off and at the same time they approach an architecture. From the outside it looks like a construction site. While they're walking through, the whole shape appears to be one, although at the same time they can step backwards, so it is still a sculpture in a room. I sometimes have already an image and then I'm looking for a sculptural form for it, or sometimes, like in this case, I had already the form but I wanted to display images first, and then I came to the idea that the whole walls should be images themselves, and then I put this archive idea together. En ze heeft die eigenlijk gewoon at random met elkaar gecombineerd. Waardoor een soort mix ontstaat waarvan ze zelf zegt dat ze het normaal gesproken nooit zou doen, zeg maar. Maar het leuke daaraan is dat ze bepaalde beelden, die verwijzen ook echt heel erg naar bepaalde momenten uit haar oeuvre. Dus je ziet op een gegeven moment, zie je een shot ergens heel mooi van een gordijn, wat een beetje zo golvend hangt in de installatie als het ware. Althans, het is dan een foto daarvan. Maar dat is dus ook een beeld van een van de eerste tentoonstellingen die ze bijvoorbeeld maakte bij Barbara Groos Galerie.
En dat is tegenwoordig nog steeds haar galeriehouder. Maar het zijn dus allemaal van dat soort eikpunten, zeg maar, van haar tentoonstellingsgeschiedenis en haar hele oeuvre, zeg maar, die je dus terug ziet komen in dat werk. They are architectural elements or sculptural elements. You can see they refer to modern architecture, postmodernism, where every surface on facades was covered with stucco, and also old buildings have been covered with stucco, so it's ageless and independent from the space, so it's very international, and everybody knows this kind of surface. It's used outside and facades, but also in the interiors, so this is a kind of inversing the space again. And then physically they go through the walls as if they, you see them on the other side continuing as if they were reflections, but they go really through, so it is also a little bit of an absurd element in it that I like, yeah, to contradict the very light use of the faded image in the reflections, or the non-reflections. Tijdens haar bezoeken, zeg maar, aan het museum heeft ze de vaste collectieopstelling bekeken. En ze was vooral heel erg geïnteresseerd in 17e eeuwse schilderkunst. En ziet daar ook een parallel in met haar eigen werk. I'm a big fan of the tradition of Dutch painting. And I did an intervention in the Pinacotheek last year in the Dutch masters from the 17th century. And of course they are here as well. And I was really thrilled to show in Holland and also in this museum. So I've chosen photographs that refer to these works and to still life and landscape in general. And through this theme of the still lives in Dutch painting, which was very specific, they had a very kind of materialistic approach to things. So they would really show the interiors of the real life they had this time, whereas in other countries was always a transcendent or the Maria and so. So in Dutch painting, there was really their surrounding. So this is why I mixed these references to with flowers and interiors that I have with photographs of the everyday. And sometimes if I see things in cities, I'm going and I photograph it. But usually the resolution is not enough. Then I need to come back with a larger camera. So I'm not catching for images. It's mostly coincidence, mostly in my surrounding actually also, that I photograph things in the just a couple of streets where I live in. Like the Dutch masters.